Dendermonde wil meer inzetten op de fiets. Het is gezonder, milieuvriendelijker en het is de sleutel om de mobiliteitsproblematiek op te lossen. We proberen dat te doen door in te zetten op aanleg van fietspaden die heel kwalitatief zijn en ook uiteraard voldoende onderhoud daarvan. We proberen ook goede kwalitatieve fietsenstallingen te voorzien op openbare plaatsen, zodat het ook aantrekkelijk is om met de fiets naar die bepaalde plaatsen te komen. We hebben sinds kort ook de Fietsersbond die actief is in Dendermonde en zij proberen ons ook heel wat tips mee te geven hoe we ons fietsverleid nog verder kunnen remediëren en nog verder kunnen verbeteren voor de Dendermondenaar. Het fietspunt is een mooi voorbeeld van de inspanning die de stad levert om fietsen te promoten. Dagelijks staan medewerkers van het fietspunt van 7 tot 7 paraat voor de fietsende pendelaars hier aan het station. Wat houdt dat in? Die mensen staan hier aan de fietsenstalling om de fietsenstalling een beetje in het oog te houden en om de netheid van de stalling te waarborgen. Maar de pendelaars kunnen ook in het fietspunt terecht voor fietsherstellingen. Volgens thuiskomstprincipe, dat betekent dat je eigenlijk een kleine herstelling gaat doen om nog 's avonds met je fiets thuis te geraken. Je kan ook langs het fietspunt passeren als je een fiets wil huren. Aan het station vind je ook het fietsdeelsysteem Bluebike. Bluebike is een fietsdeelsysteem van de NMBS-groep, waarbij mensen eigenlijk aan verschillende stations in België een blauwe fiets kunnen huren. Je moet daarvoor een abonnement hebben en dat kost dan 10 euro per jaar. Een uitleenbeurt, dat kost normaal 3 euro, maar Stad Dendermonde betaalt dat voor de gebruiker. Dus het gebruik in Dendermonde is gratis. Bovendien, voor mensen die geen abonnement hebben, kunnen een toeristenvoucher aankopen van 7 euro in ons toeristisch infopunt op de Grote Markt. Om diefstal van je fiets tegen te gaan, kan je je fiets gratis laten graveren bij de lokale politie. Dit kan elke eerste zaterdag van 10 tot 14 uur, iedere tweede woensdag van 13 tot 15:30 en elke vierde vrijdag van 15 tot 19 uur. Dit kan enkel na afspraak bij de lokale politie, via 052 25 12 00. Opgelet, niet in juli en augustus of op feestdagen.